spijt me echt verschrikkelijk, Sin. Ik had er zo graag bij willen zijn. Hé, hey, maakt niet uit. Nee, blijf lekker thuis. En rust vooral goed uit. Ik zie je nog echt wel voordat ik wegga. Dus, nou, kus. Doeg. Nou, erg hoor, Vernova. Maar dat ze uitgerekend nu ziek moet zijn, dat is niet echt handig getimed. Nee. Roxy? Is Roxy dus helemaal niet? Maar ze is Rosalie? En ze is ook de dochter van... Schelen? Echt, wat de... Oh my god, nee. Denkt u nou echt dat ik dat het vliegtuig in ga krijgen? Hey. Hey. Ga je zorg missen. Ik ben nog niet weg, hè. Tada. Wat lief van je. Speciaal voor jou, poesemoes. Jawel, schatje patatje. Oké, jongens, kunnen we alsjeblieft beginnen? Maar waar is iedereen? Waar is Roxy? Rosalie. Ja. Ik weet wie je bent. Ik zag jou uit het kantoor van de rector. Jij houdt je bek! Jij houdt je bek helemaal dicht. Ik zweer jou, als je ook maar iets zegt, maak ik je leven tot een hel. Het maakt niet uit op welke school je je verstopt. Je vriendinnetje, ja, die ben je al kwijt. Die wil niks meer met jou te maken hebben. Dus rot maar snel op, of ik stamp je helemaal kapot. Ziek uit. Je weet hoe je een feestje moet organiseren. Cool. Cindy, laat me uitpraten. Alsjeblieft, dan mag je me daarna wegsturen. Dan hoef je me ook nooit meer te zien. Maar als ik het nu niet vertel, dan heb ik sowieso voor altijd spijt. Want het heeft al onze vriendschap gekost. En dat is echt het allerergste ooit. Zeg het ik maar. Weet niet hoe... Zou ik haar het lokaal even uitgooien? Nee, wacht. Dit is het moeilijkste dat ik ooit moet toegeven, omdat het zo erg is, maar ik word gepest. Door haar. Door mij? Sorry, ik weet even niet. Dat weet zij heel goed hoor. Dat weet zij heel goed, want zij pest mij al vanaf de dag dat ze mijn telefoon kapot sloeg en sindsdien moet ze mij al hebben. Ik weet ook niet waarom, maar... Je weet niet waarom? Nee. Omdat het niet waar is. Het is namelijk andersom. Die keer dat ze mij uitlachte om die drie... dat ze me uit het slaapfeestje wilde hebben... ze heeft zelfs in het schoolsysteem gehackt... om mijn cijfer te veranderen, om mij zwart te maken. Heb je dat gedaan? Ja. Ja, maar omdat zij zei dat ze dan zou stoppen met pesten. Ja. Ze liegt. Kijk nou hoe doorzichtig... Zelfs vlak voor je weggaat probeert ze je feestje nog te verpesten. Zo erg haat ze je dus. Wat een bitch. Hi. Hi. Rosalie. Ja. Ik weet wie je bent. Ik zag jou uit het kantoor van de rector. Jij houdt je bek. Jij houdt je bek helemaal.
helemaal dicht. Ik zweer je, als je er ook maar iets over zegt, maak ik je leven tot een hel. Maakt niet uit op welke school je je verstopt. Je vriendinnetje, die ben je al kwijt, die is helemaal klaar met jou. Dus rot maar snel op, of ik stamp je helemaal kapot. Wie denk je dat je bent? Nou, in elk geval gewoon mezelf. Ik heb geen fake identiteit nodig. Je houdt je... Je houdt je weg, Vera, tegen mij! Wat is hier in hand? Niets. Ze maken me allemaal kapot en ik heb niets gedaan. Jij gaat nu mee naar mijn kantoor en Vera, jij ook. Nee. Rosalie, ik zeg het maar één keer. Rosalie, ja. De dochter van papa. Nee, heb je zin hoor, Vera. Nu weet iedereen alles. Je doet echt alles om mij kapot te maken. Ik heb niks gezegd, hè? Juist niet. Deed je het helemaal zelf. Nou, kom op. Hop, hop, hop. Kwijt, die is helemaal klaar met jou. Dus rot maar snel op, of ik stamp je helemaal kapot. Vera, het spijt me dat ik niet naar je geluisterd heb. Ik kon me gewoon niet voorstellen. En Rosalie is op de vorige school. Pap, hou op. Rosalie is op haar vorige school heel erg gepest. En dat zij dit nou iemand anders aan zou doen, dat kon er bij mij gewoon niet in. Waarom deed ze het dan? Jij hebt alles. Je kunt goed leren. Mijn vader vindt je fantastisch. Je mag gewoon te laat komen. Je hebt je... Ik heb niks. Mijn vader is alleen maar met die kutschool van me bezig en mijn moeder. Dus dit is allemaal gebeurd omdat jij jaloers op me bent. Vera, we moeten dit uitpraten. Nee. Jullie moeten dit uitpraten. Het spijt me heel erg voor je, Roxy. Echt. Maar ik moet nu gewoon eerst iets belangrijkers doen. Hoe kon ik dat nou gemist hebben? Ik ben zo'n slechte vriendin. Hey. Ik... Hoe gaat het met je? Goed. En ook niet. Maar dat maakt niet uit, want we gaan nu eerst iets anders doen. Toch? Oh, ik dacht dat we gewoon konden opruimen. Opruimen? Ja, moeten we je naar huis brengen, Vera? Nee, we gaan helemaal nergens heen. Oké, dan ga ik even snel achter. Ik aan de muziek. Okay. Goed, lieve zin. Dit is misschien niet meer het meest perfecte feest van je dromen, maar boeien. Kijk om je heen. Alles is hier. Het springkussen, een cupcake taart, een ranjafontein, een soort van. En ook de onverwachte verrassingssurprise van pagina 19. Maar, wat? Luc, knal dat nummer erin. Ja.
Dit is niet hoe ik het voor me zag. Echt, ik schrok me kapot toen ik hoorde dat je naar het buitenland gaat. Ik maak me zorgen, man. We hebben stroom. Betekent dit stopcontact? Misschien heb je het onderschat, maar je beste vrienden hebben je nodig, schat. Zorg dat je er altijd voor ze bent. Ga door met dat. Je groeit uit elkaar. Wat is er dan de oorzaak van? Huh? Maar ik vertrouw op onze band, want mijn liefde die is groot als mijn woorden, schat. Je vertrekt en hebt mijn hart als onderpand, maar daar kan ik nog niet bij met mijn gezond verstand. Ik dacht, wij blijven bij elkaar, maar dat is toch niet waar. Ook al wordt de afstand groter, echte vriendschap is daar. En ik zal je niet vergeten, je weet dat ik nog steeds bij jou zal zijn. Wow, wow, oh, oh, oh. Dit waren zware weken, ik ga je missen en dat had je moeten weten. Je bent mijn beste vriendin sinds de eerste klas. Ik kon de hele wereld aan als je bij me was. Maar je gaat vertrekken, maar ik wil je niet verliezen. Hoe ver je ook weg bent, we blijven altijd beste vrienden. En nu loop ik in de city. Yeah, daar denk ik aan Cindy. Yeah, en ik ga door ook al is het soms zwaar om je te missen. Ik laat niks meer in het midden. Ik dacht, wij blijven bij elkaar, maar dat is toch niet waar. Ook al wordt de afstand groter, echte vriendschap is daar. En ik zal er niet vergeten, je weet dat ik nog steeds bij jou zal zijn. Wow, oh, oh, oh. Hey. Ik vind het zo erg dat ik het niet door had. Ja. Nou ja, ik durfde het ook niet te zeggen. En daarna kon het dan niet meer, want dan had ik het al moeten zeggen of zo. Ik wilde gewoon jouw feest niet verpesten. Ik dacht dat het perfect moest zijn. Zodat ik het nooit meer zou vergeten. Nou, dat laatste is in elk geval gelukt, hè? Besties? Besties. Forever. Forever. Forever, ever, ever. Forever, ever, ever. Nog één ding. Deze ijsjes, die mint chocoladeijsjes. Die zijn echt het allergoorste ooit. Maar gewoon echt heel erg vies. Hé, maar we eten dit altijd. Ja, omdat jij dit zo lekker vindt. Echt? Ja. Oh. Dus kunnen we gewoon teruggaan voor mango en pistache. Vanille. Vanille. Hoe kun je dit doen? Eeuw.